Deze week komt het laatste seizoen van Sex Education uit. Maar hoe was het eigenlijk in onze tijd? Hebben wij wel seksuele voorlichting gehad? Vandaag gaan we het erover hebben. Waarom ben je zo paars? Omdat we vandaag Milka repen gaan proberen. Gaan we daar nou proberen? Dat zie je volgende week waarschijnlijk in de video. Want jullie willen dat massaal. Ik snap het niet helemaal, maar dat was een uh, veel aangevraagd dingetje. Ik snap het wel hoor. Milka repen zijn de beste. Ja, vind je, je milkaarekenen de beste? Nou, heel lekkere chocola, ja. Hoe gaat het met je? Ja, lekker. Ja? Met jou? Hoe zit je erin? Wat heb je gedaan? Um, ik zit er gewoon goed in. Huh? Waar moet ik in zitten? Weet ik niet. In, in het, het velletje? In het velletje. <laughs> goed hoor. Je zat van de week niet zo goed in het Je zat gisteravond nog niet eens goed in het velletje. Oh, ik was niet helemaal lekker. Nee. Maar ja, ik ben echt goudvis. Ik vergeet het alweer. Ja, bij jou gaat het echt zo, hè? en dan is, en de volgende dag weet je het al niet eens. <laughs> nee, meer. precies, weet nou, ja. toch. Liever vergeten dan weten. Precies, ik kreeg veel vragen over mijn voet. Nou, hij is weer helemaal ingezwachteld. Nee, uh, gaat goed. Ik nee, heb even om... een verbandje om toch. Ik heb geen verbandje meer om. Ik kan ook wel deels wel weer lopen. Het is nog niet helemaal. Op een of andere manier lijkt het alsof mijn hersenen nog niet de vertaalslag terugmaken dat ik gewoon weer op mijn hiel kan staan. Ja, dat duurt misschien even. Ja, dus ik loop nog deels op mijn tenen. Um, Voor mij toch. Maar ik weet nog niks van de uitslag, dus dat horen jullie uh, volgende week denk ik. Ik ben wel een klein beetje. Misschien moet ik even checken. Nee, dat zal nog niet. Nee, opstaan, doe het, normaal, doe het is normaal schat. Hoezo? Gewoon prima. Hoezo? Ja, dat is gewoon in orde. Uh. Kreeg, uh, deze... Ik kreeg gisteren toevallig allemaal berichten van mensen. Ook over boeken en over angst. En uh, ik had ze toch gisteren laten lezen. Ook over de, ja. de documentaire. Trouwens, de documentaire, daar hebben we helemaal niet over gehad. Maar die is nu een, ruim een half miljoen keer bekeken. Hij is dus al 510.000 keer bekeken. Ik kreeg gisteren ook een bericht van iemand die zei: van uh, ik uh, uh, zoveel herkenning. Uh, ze ging nu het diagnose -traject in. Ja, ik zit dus te denken: moeten we niet een follow-up iets maken? Ja, dat waren we. Het gaat nooit het succes plan, van toch? dit, natuurlijk. Uh, we waren we toch al van plan? Ja, waren we van plan. Dat hebben we nooit gedaan. Nee. We hebben hebben allemaal wat al wat wat materiaal gelicht, toch? De interviews met die uh, meides. Ja, dat is waar. Frederique ook. Ja, daar heb ik nog nooit wat mee gedaan. Iemand was helemaal uit Groningen komen rijden. Ja, maar we kunnen er dus nog wat mee doen. Ja, dat is waar inderdaad, ja. Ja, want dat was, dat was inderdaad een jaar nadat die documentaire online was, volgens mij ongeveer mm -hmm. uh, dat we dat hebben opgenomen. Ja. Maar hij is dus nu 510.000 keer bekeken. En ik denk echt dat... Ik heb, we hebben zoveel berichten de afgelopen jaren gehad van mensen die dus een diagnose na de eindleiding daarvan hebben gekregen. Ja. Maar ik heb dus ook heel veel, nog steeds wekelijks mensen die het boek dan kopen. En daardoor weer uh, zeggen van uh, uh, dat ze eindelijk... Uh, iemand die gisteren een, mail of, uh, een DM had gestuurd, die zei van dat ze uh, het boek meenam als een soort van herinnering als ze zich... Uh, niet fijn voelde. Dus dat ze dan, uh, dan nog het boek geopend mm. Als een soort van talisman om ze die mee. Zo, is dus eigenlijk ben je een nieuwe bijbel. Ja, maar ik vind dus dat we ja, eigenlijk ja. een follow-up follow follow boek soort van moeten maken. Boek? Ja. Van jou? Ja. Nog steeds gek van nou, mezelf? Ja, eigenlijk wel. Als je met dit weer bekijkt. <laughs> nou ja, ik weet het dus niet. Maar wij zitten dus al een tijdje te spelen met het idee om een boek te schrijven. En we, hebben ja. een titel, we hebben zelfs een titel, hebben we volgens mij een keer uh, ja, ja. gezegd. Maar ik vind eigenlijk, dat is ook met alles wat je, wat je doet in het leven, uh, zodra je iets goeds, goed, goed idee hebt. En soms heb ik wel eens van: oh ja, dit moet ik eigenlijk opschrijven dan dat doe ik dan allemaal niet. Dat vind ik eigenlijk irritant dat ik dat niet doe. Ik heb nu een boekje gekocht om dingen op te schrijven. Ja, is dat goed. Doe ik nog steeds want, niet. Uh, soms heb ik zo van: oh ja, dat is uh, een wijsheid die ik eventjes wil uh, noteren, die mij echt helpt. En dan doet dat weer niet. Nee. Ja, we zijn slecht daarin hè. Ja, we zijn er een beetje. Ja. We, we, we zijn met lax. Ik denk dat wij het liefst allebei het liefst lui op de bank zitten. Nee, daar val mee. Nou, ik wel. Nee, Als ik kijk ook in ook mijn zo. hersenen, nee. wat ik het liefst doe, is genoeg geld verdienen om uiteindelijk lui op de bank te kunnen zitten. Nee, ik zou genoeg geld willen verdienen om lui in een strandstoel toe te liggen. Dus wil je alsnog lui <laughs> zitten? Nou, sorry hoor, in een strand ik toe. Jij in de maar Dat is voor jou Jawel. echt. Een soort van uh, droombeeld wat je nooit gaat. Want we hebben een tuin. We hebben vorig jaar. Oh, de tuin ja, maar nee, aan nee, dat aan was hetzelfde als een tropisch strand in het. Nou ja, het was de wel een tropisch weer de afgelopen tijd. Ja, maar niet in hebt, Nederland vind ik dat je niet hebt lekker. Een, een uur, nou, niet eens een uur. Uh, de hele zomer in totaal heb je misschien een uur maximaal in de tuin gezeten. Ja, dat vind En dat was gek. dan inclusief dat we voor Vibra dat filmpje aan het maken waren. <laughs> dat was nog het de grootste deel van de tijd, ja, denk, dat denk ik. ik ja. Nee, maar uh, ik heb daar allemaal excuses voor. Maar uh, ik vind het. Uh, uh, mijn ideaalbeeld is inderdaad heel anders dan die tuin. Ja, dat is ook alweer zo. We zitten er steeds meer ook over na te denken. Om, uh, waarom zouden wij een tuin willen? Ik, we snappen ook niet waarom mensen überhaupt... Een, een, een huis willen met twee verdiepingen. Wij willen het liefst eigenlijk gewoon in een flat. Mm -hmm. Maar dan wel gewoon een, een nette flat. En niet met van die uh, tokkies boven en onder je. Uh, en, niet nou, is, het gestamp. Niet het gestamp en dat soort dingen. Maar gewoon een mooie flat... Lekker ruim. Goed Maar, ruim flat. maar gewoon goed geïsoleerd. De, de, gewoon 80 vierkante meter is trouwens best wel ruim op dit moment. Dat is heel ruim, ja. Dat is bijna een villa op dit moment. Ja, terwijl dat is twee keer schrikken soms echt als hemel helemaal te platter van die prijzen. Ja, ja. ja maar dat is ook, waar wij wonen is gewoon echt intens. Ja, maar er stond een huis te koop tegenover ons. En toen stak op die foto's te kijken en ik vond het eigenlijk gewoon lachwekkend. het was een, een woonkamer, die is kleiner dan die van ons. Ja. Die bank die stond in de breedte, nou die raakte de muren aan. Ja. En dan vroegen ze dan... Van beide kanten, hè, trouwens. Ja, dan vroegen ze dan 4,5 voor? Ja, volgens mij wel zoiets. 4,5? Ja. Een half. ton, ja. Het was echt... Ik denk, nou, dat is gewoon... Dat is niet waar. Belachelijk. Ja, dat is belachelijk, ja. Ja, deze regio waar we wonen is gewoon echt heel duur. Het is onder pot, dus uh, blijkbaar zijn er mensen die het ervoor willen geven. Ja, maar het is ook gewoon een duur regio. Ja, een hele duur regio, maar daar heb je ook niet voor het uitkiezen hè, waar je geboren wordt. Jij bent hier geboren. Ik ben in een iets goedkopere regio geboren. Zo ik zo maar nou, iets dat goedkoper. Is, ja, okay. ja, het is goedkoper, echt. Daar kan maar je dat, naar dat huis... is ook wel omdat je natuurlijk um, weinig in de buurt hebt daar. Ze hebben daar niet eens een uh, metrolijn. Ja, dat, 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 willen, dat houden ze dus heel de tijd tegen in Al Bijland vooral. Ja, maar willen ja ze niet Omdat er allemaal oude mensen wonen, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel, ja. 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 ja ik zou het wel lekker vinden als de metrolijn doorgetrokken wordt. Ja. Is toch veel beter? Ja, kan gewoon een meter pakken. naar mijn Kijk ook een keer naar je vader toe in plaats van dat je 18 bussen moet nemen. <laughs> 23 treinen. Het is zo bizar. Ja, zo bizar inderdaad. Ja. Maar um, ik had trouwens het idee om, om toch, want deze week komt er dus een serie online en ik dacht, dat lijkt me misschien wel een leuk haakje wow. om het erover te hebben. Sex education. Ja? Uh, dat is iets wat wij uh, volgens mij allebei wel een hele leuke serie vinden. Ja, dat is wel grappig, ja. Maar heb jij ooit wel sex education gekregen? Want in die serie oh, draait het natuurlijk om dat ja, ze ja, sex education geven. Maar ik vind het daarin dat ik denk: van ja, dat heb ik nooit op school zo. Op hebben gezien nog een ze nog wel geinig verhaaltje over? Nou, dat is mooi. Dat mag je zo vertellen. <laughs> en die serie gaat dus over, over auto's die dus seks education samen met een gaat uh, ja. geven aan uh, klasgenoten. omdat mm -hmm. ze allemaal vastlopen. Hij ja. nou is dat natuurlijk gedramatiseerd en is het natuurlijk ook een beetje overdreven. Maar kan niet, ik me, kan me niet meer indenken dat uh, op de middelbare school daar überhaupt iets. Over werd gezegd of zo? Nee, ja, wel hoor. Ja? Ja, misschien niet in dat dorp. Ik zat in Baandrecht op school. Is dat, is dat geen dorp eigenlijk? Het ligt tegen Rotterdam aan. Oh, dus geen. Dus nee. eigenlijk nog uh, meer stads dan uh, waar ik. Uh... Ja. Oh. En dan heb je geen uh, education gekregen. Nou, ik kan het me dus echt niet herinneren. Ik heb echt het idee dat ik dit allemaal zelf heb moeten uitvogelen. Maar ouders zijn. het ook niet Soms zo schuim. Uh, nee, heb ik nooit gedaan. Nee. Om, uh, hoe heet dat? om zo'n piepschuimepik. pik. Ja, was dat piepschuimige pik? Ja. Heb je dat moeten doen? Ja. Ik heb dat. Nee. Ja, of ik was misschien <laughs> niet aanwezig op die, in die les, maar. Nee, ja, we hebben meerdere keren over dingen. We hebben zoals condooms en. Uh, ja, ik heb dat dus. Ja, vagina's. Op, op, op een of andere manier, of het is bij mij helemaal eruit gegaan ja. uit mijn hersenen dat we dat ooit hebben gedaan. Ik weet dat een vriendin van mij van die, van de middelbare school nog steeds kijkt, dus ik vraag je aan jou, Simon, stuur me <laughs> een bericht, mochten we dit wel hebben gekregen, ja. want dan heb ik het gewoon. Verdrongen. Misschien heeft het geen indruk op je gemaakt. Kan weinig. Of misschien van. was je net zoals elk kereltje in die klas. ik weet dat wij een presentatie moesten geven. Toen had hetgene uh, waar ik mee deed had een plaatje uitgezocht met. Uh, uh, Do Not enter without. En dan een glimlachende condoom of zo. En toen was iedereen aan het giechelen in de klas. Echt? Giechelen. Ik zit nu wel even na te denken. Hoe kunnen we in godsnaam hier een thumbnail omheen fabriceren? Ja, ik denk jij ja, die uh, voor het eerst klitsie toch? <laughs> Benen die zo in het beeld en druk zo. <laughs> nee, maar goed, sex education. Dus ja. Maar ja, dus een leuke anekdote daarover. Nou ja, toen was ik 11, 12 ja. ik zat in groep 8. Oké. Okay, ja. Ja. En uh, toen gaven ze ook les en volgens mij moesten dan alle jongetjes moesten de klas uit. Huh? Ja. En dan gaven ze over uh, menstruatie en zo. Waarom moeten jongens dan de klas uit? Dat is het, voor het raars. Ja, omdat dat niet bestaat voor mannen toch? Ja, maar dat is echt raar, toch? Een raar gedachte. Want dan moet het ja, toch je. Nee, maar misschien wat vrouwen zich dan. meisjes zich zo uh, gemakkelijk voelen. voelen. Maar zo. toch ergens zou ik het wel logisch vinden. om een jongetje dan ook het mee te geven. En toen ja. moest je dus aangeven als kind. of je wist wat uh, menstruatie was. Ja. of niet. En ineens gaan me kapot. Ja. voor die vraag of zo. En toen had ik gezegd: nee, ik, dat weet ik niet. Snap ik Terwijl Je het wist wel. Ja, terwijl ik al wist wat dat was, denk ik. Ik kan me allemaal niet meer herinneren. Toen, met... uh, toen, toen jij twaalf was, was jij toch nog eigenlijk ja, in je. In totaal echt uh, drie of zo. <laughs> <laughs> dat heb je als een autiste. Maar uh, goed, toen ging ik naar huis met een briefje en er stond dan op dat mijn moeder moest uit gaan uitleggen wat dat was. Oké. Okay. Ja, en toen had mijn moeder dat briefje geopend. zei ik: Ja, mam, ik weet het heus wel, maar ik schaamde me of zoiets. Oh, het is ja, toen zei ze, Oké. Maar ik, ja, ik, dat is de anekdote, of was het? Nee, ja, nou, ik wilde nog even verder over Sorry, gaan, maar zij wil onderbreken, dat is prima. Ik zag niks. Nou, er waren dus nog meerdere meiders die dat dan gedaan hadden, want die schamen zich ook. En vooral uit bepaalde culturen, die denk ik, uh, die vonden dat helemaal ongemakkelijk. En uh, die, die hadden natuurlijk dat briefje gewoon verfrommeld, niet eens mee naar huis genomen. Oh, ja, ja, ja. Maar uh, ja, dat kan ik me nog herinneren dat je, dat je als kind schamen je voor bepaalde onderwerpen. Mm -hmm. waar je. Uh, um, ja, wat eigenlijk gewoon natuurlijk niet voor het schamen is, maar dat komt misschien ook wel, omdat ja, bij mij thuis werd er ook niet echt over gepraat of zo, hoor. Gewoon een beetje de basic dingen. Ja. Niet zoals ze tegenwoordig, geloof ik. Uh, ja, ja, je had een verhaal van iemand, die kreeg een boekje van de ouders, toch? Saske? Ja, oké. Okay. Die ja. kreeg een... Uh... Nou, die, 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 die moeder had volgens mij een boek of zo. En, en Teske, ik kan me herinneren dat zij wel eens vertelde dat zij dat heel interessant vond. en ja. Dat zij eigenlijk een boek hadden om daar... Ja, dat vind ik wel leuk. Ze dus dat ik, dat gedaan ik, hebben. En toen, toen zij dat vertelde, toen dacht ik, hé, mijn ouders hebben dat echt nog nooit gedaan dat soort dingen. Dus ik vond het eigenlijk best wel interessant. Want als ik erover nadenk, als ik een kind zou hebben, dan zou het toch best wel belangrijk zijn om daar iets over te zeggen. Maar ik kan me totaal niet herinneren dat mijn ouders, mijn vader, mijn moeder iets daar ooit over gezegd hebben. Of ik heb het verdrongen, maar de, de, mijn ouders hebben ja, er sowieso me niks me over gezegd. Niet of dat ik heb mijn eigenlijk, eigenlijk, of mijn ouders het over gehad hebben na mijn ouders, mijn moeder bedoel ik. Het lijkt me best wel logisch, namelijk dat je op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd wel dat gaat zeggen. En zij wist heus wel dat ik op een gegeven moment uh, een, uh, een trekje eraan gaf. Oh god, schat, een trekje. Ja, dat is gewoon zo. <laughs> dat, dat doen jongens op een gegeven moment, dat is nou helemaal zo. Ja, ik heb dat. allemaal uh, nooit begrepen, hoor, als uh, kind zijnde. Als, als kindzieer was ik ook nog een niet kind. Als... Ik denk dat ik pas volwassen was, rond een jaar of uh, 1920. <laughs> Nou, ik was twaalf. Ik... Nee, toen was ik pas aan het puberen bedoel ik bij mij, was het 12 <laughs> toen, maar ik kan me dus niet herinneren. Ik vond het wat ik dus altijd het idee had, en ik heb het wel eens vaker volgens mij ergens gezegd: ja. is het idee dat ik iets fout aan het doen was. Ja, dus ik barricadeerde mijn hele deur en zo en, nee. met stoel ervoor. en ja, 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 zodat er maar niemand binnenkwam. Uh -huh. En dan uh, ging ik uh, uh, feng shui muziek op zijn nee, geen. <laughs> Ik dacht, dat kan niet, hoor. Nee, maar goed. Dus ik Highway to Hell had je opgezet. <laughs> ja, dat dacht ik wel. Ik dat dat dacht dat het naar ook ging. Ik durfde dus niks daar ook over te zeggen. Ja, maar vet mijn ouders zeiden daar ook niks over. Nee. Ja, maar toch vind ik het wel, als ik er nu over nadenk, denk van, zo is ja, wel ergens vreemd. Op. Als wij ooit een uh, zoon of dochter zouden krijgen, zou ik wel in ieder geval willen laten weten dat het heel normaal is. Ja, want ik voelde me echt als een soort van outlaw. Ja, die als die opgesloten zou worden als ze erachter zouden komen. Ja, maar Serieus, ik, ik maak geen geintje. Oh ja, maar ik denk dat die generatie het ook gewoon uh, zelf heel... Uh, uh, het helemaal niet van de ouders gehoord hebben. Ik nee. had een verhaal van mijn moeder. Haar moeder ging voor de tv staan als er gezoend werd op tv. Oh, echt? Dan mochten ze niet zien. Ja, joh. Ja, nou, dat was wel een hele step vooruit... dat wij gewoon GTS tegen met z'n drieën keken. Mm. <laughs> <laughs> ja, daar werd er wel genoeg in gezoend, denk ik wel. en nog meer, toch? Ja, 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 ja. ja, daar waren ze nooit zo heel erg... Uh, dat ze dat niet lieten zien of zo. Maar ja, op een of andere manier is het nooit ter sprake gekomen. Nou moet ik wel zeggen, mijn moeder werd ziek toen ik veertien was. Mm -hmm. Dus misschien waren ze ook wel gewoon echt met andere dingen bezig in die tijd. Dat zou, zou trouwens best wel een logische verklaring kunnen zijn. Ja. Maar ik kan me niet herinneren dat, dat... Kijk, mijn zus heeft het op een gegeven moment wel een keer doorgehad, weet ik. Dat ze dat zei, omdat uh, ze zei... Ja, je barricadeert altijd je deur, alsof ik dat niet door had zei ze. <laughs> Dus dat is vet ongemakkelijk. Ja, je ja dat, vond ik uh, toen wel. Je hebt natuurlijk nog een maar. zus uh, erbij. Ja, maar de, 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 ja. Ik denk wel dat ik het fijn had gevonden als ik. Ja, ik kan me dus echt niet herinneren dat ik ook op school dit heb gehoord. Dus ik had het wel fijn gevonden als ik dat toen wel had gehoord. Ik denk wel dat je het gehoord hebt moeten hebben hoor. Maar die serie, die speelt zich af. Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar ze, ze kleden zich alsof ze in de jaren 80 en 90 opgroeien. Mm -hmm. Maar ze hebben wat mobiele telefoons. Ik heb wel het idee dat het voortkomt vanuit de makers, die misschien... Ze zijn 40, ik weet het eigenlijk niet echt per se, maar het zou wel eens goed kunnen. Ja. Dat zij dat ook misten misschien, dat ze daarom zo'n soort serie zijn gaan maken. Want ja. ik denk, ik kan me echt niet herinneren op middelbare school dat wij mm, dat soort dingen te horen kregen. Dan inderdaad geëikt dan misschien. Ik denk dat ik dat wel heb nou, gehoord. Voorplanten maar. kreeg je wel toch? Het. hoe het werkt. Ja, ik heb het, het dus helemaal verdrongen dat. Ja, een grote. Ik heb biologie grote in het tweede zelf? jaar nog gehad en daarna niet meer. Oh. Um, dat was een keuzevak volgens ja, mij. Ja, dat heb ik ook gehad, hè? Maar ik heb het idee dat in dat jaar dat mijn moeder ziek werd, dat misschien gegeven is. Toen oh. ben ik heel vaak niet naar school geweest. Oh, ja. Zeker niet bij biologie, want dat vond ik best wel eng, omdat het ook veel over ziekte en dat soort dingen oh. ook ging. Ja. Dus het kan best zijn dat ik gewoon die lessen gemist heb. Dat kan wel, ja. ja. Dat heb je een hoop gemist in je leven, schat. Het ja. was zo geweldig ongemakkelijk. Ja, dat geloof ik direct, inderdaad. Ja, ik kan me die, die piepschuimen piemels nog herinneren. Dat toen iemand zei van: oh, dat is ook een kleintje. En Toen de mensen moesten lachen dat hij helemaal niet klein was of zo. Ja, ik wist niet eens waar ik naar keek. <laughs> Jij dacht gewoon: dit is. Uh... Dat ga ik toch uh, voorlopig de uh, komende tien jaar niet aanraken, dacht ik. <lacht> <lacht> ik ga nog terug met de Barbies die over elkaar heen wrijven, toch? Deed je dat, Viezerik? Nou, dat zou ik vast wel gedaan hebben. Yeah? Je weet toch niet wat er gebeurt. Dan nee, toch? dat is waar. Maar wanneer was dan de eerste keer dat je er wel een beetje? Uh, nou, ik was echt, echt een laapbloeier. bloeier. Yeah? Ja. Denk dat ik pas rond mijn twintigste. Ja. Yeah? Dat ik dacht van, uh, ik wil wel eens weten hoe dat eruit ziet. Van de Pimmel of? Uh, toen heb je ook pas porno opgezocht. Uh, nee, porno is echt veel later. Ja? Ja, ik had oh, echt. Nee. Uh, ik had al dingen gedownload en zo toen ik 13, 14 was. Ja, maar Ik, ja, 13, ik denk was. dat je dat, ja, of of het is omdat je jonger bent kan ook hè, ja. wij zijn als vast ook wel meides zijn, maar ik was echt, uh, ik ook omdat ik denk een mentale problemen had, dat ik gewoon heel erg um, ja, ja. gestagneerd was in mijn uh, ja, ontwikkeling denk ik daarin. Ja. ja, ja dat ik staat was best een depressief met mijn uh, vijftiende. En um, nou, toen was ik ook trouwens net ongesteld geworden. Volgens mij begint dan ook een beetje de, de puberteit. Mm -hmm. um, het was depressief, toen heb ik heel lang therapie gehad. Ik ben pas weer echt het leven gaan leiden toen ik 19 was. Ja, dus alle, alle hormonen en zo, die waren bij jou helemaal niet aanwezig waarschijnlijk. Omdat nee. Omdat het allemaal nodig was om, om ja, werd, überhaupt in het brein bezig te zijn. Ik werd op die therapiegroep ook gevraagd van ja, en uh, zit dan met jongens en uh, heb je wel eens een relatie gehad? En toen was mijn antwoord, dat weet ik nog wel goed, toen zei ik nee, ja, ik was eigenlijk alleen maar bezig om te overleven. Ja joh? Ja, op school. Ik was veel meer bezig met, uh, ik hoop dat ze me niet zien, ik hoop dat het niet geplaagd word. Ja, je was ook nooit dat je een jongetje leuk vond? Ja, wel, op de basisschool wel. Want okay. dat was het allemaal wat veiliger. Ja, precies. Maar op de middelbare school was ik alleen maar bezig met, uh, ik hoop dat ik er ongeschonden uit kom. Mm, dat snap ik op zich ergens wel. Heel erg uh, bewust van uh, dat ik niet op moest vallen. Dus ik denk dat ik daar helemaal geen tijd voor heb gehad in mijn hoofd. Nee. Maar ik hoor het wel vaker voor Uiteindelijk ben jij ook een beetje een laapbloeier op het gebied nou, van relaties toch? Wel qua relatie, want ik was om 19e dat het allemaal pas gebeurde. Ook zoenen, maar ook seks. Ja, maar uh, alles in één toch? Ja, alles ja. bij één iemand ook. Oh ja, nou ja, ja dat is prettig ja. toch? Nou ja, ik denk dat ik het wel liever eerder had gehad. Ja? Ja, want ik was wel geïnteresseerd in, maar ik was altijd een beetje bang om. Uh, ik, ik had nooit het idee dat ik het eigenlijk goed aanvoelde. Dat iemand me leuk vond of niet. Ja. Dus, en ik was er ook niet echt naar op zoek, want ik zat gewoon heel veel thuis. Dus ja, ja, precies. Ik kreeg het ook niet echt. En ik vond het natuurlijk wel meidens leuk. Uh, meiden. maar, dat liet ik no maar dat liet ik nooit blijken. Nee? Nee. Oh, laat je het toch blijken? Dat is ook al allemaal ongeschreven regels, hè? Die je dan uh, ja, zou nou, moeten ik weten. Ik denk dat ik dat allemaal niet echt goed aanvoelde. Nee, ja, ik voelde het ook echt niet aan, hoor. Ja, nou, en ik, was, ik, ik ging ook niet uit hè, en dat soort dingen. Dat deed ik ook niet echt, omdat ik er gewoon niet zo heel erg het, het punt van zag. En we hadden het in, met de vrienden waar ik mee omging ook niet zo heel vaak over vrouwen. Niet. Je nee. Nee, ging met allemaal uh, wel een World of Warcraft. Nou, wel een nee, toe. helemaal niet. Oh, sorry. Nee, nee, helemaal niet. Nee, maar uh, we hadden het er wel eens over, omdat die vriend van mij had wel een vriendin volgens mij of zo. Maar het was niet, ja, niet top of mind had ik het idee of zo. Mm. Tenminste, ook weer een beetje, wel... ja, het was een beetje dubbel. Maar ik denk dat ik er zelf gewoon te ongemakkelijk voor was om überhaupt ermee bezig te zijn. Maar wat ik dus wel goed vind aan die serie is dat ze een soort van alles als een soort van heel normaal beschouwen. Ja. Yeah. Ze dus benoemen het ook allemaal niet heel erg duidelijk. Nee, en, en, maar ik, vond het wel, ik vind het wel mooi of zo dat ze, uh, op de, en natuurlijk zijn het allemaal ouderen, maar dat ze uh, op de middelbare school daar dus inderdaad proberen voor te strijden om daar wat meer openheid over te geven. Want ik denk mm -hmm. dat er heel veel problemen en zo ontstaan doordat we gewoon niet goed opgeleid worden uh, over onze seksualiteit, over, ja, over uh, van alles. Eigenlijk over wat er niet. gebeurt in je lichaam als mm -hmm. je tiener bent. Ja. Yeah. En ik weet niet hoe dat nu is, want nogmaals, ik uh, kom niet vaak op uh, middelbare scholen. Eigenlijk nooit. <laughs> dus ik, ik weet niet, niet, toch? Nou, nee, maar ja, nee, ze Zo zou, beetje, zou geen zin, uh, zin hebben, nou ja, ik zou leraar kunnen zijn. Ik heb er hè? nog nog meer in over ja, dat ik weer terug op de middelbare school sta. En ik ben dan beseft van, ik hoef helemaal niet meer. Maar ik hoop wel dat het tegenwoordig uh, als heb normaler geen wordt Ik idee hoe het uh, gaat gezien. Maar ik denk dat het nog steeds, kijk, tieners zijn nog steeds lacherig. En. Uh, vind mm. het nog steeds ongemakkelijk. Maar ik denk... komt omdat het ook nog niet echt, uh, kijk, we kunnen er nu wat makkelijker over praten, maar ik merk. Ik kon zelfs, er niet door over praten toen, hoor. Ik merk ik heb... zelfs als ik nu erover praat, ik nog denk, ja, het is toch een stukje privé, hè? Ja, dat is een stukje privé, maar het is ook, maar het is ook wel jammer, toch, dat dat zo, dat het met je, dat het een bepaald gevoel met je met nou, je meebrengt. Ik meebrengt. er het soms ook wel ongemakkelijk van als mensen er heel erg open over kunnen hebben ja dan denk ik ja ik weet niet of ik daar goed aan doe of het daar maar, zo maar want waarom dan ze... heb je het gevoel dat je iets van jezelf uh, blootgeeft wat je eigenlijk misschien privé had willen houden dus ik dit vind, vind je ook een lastig gesprek nou niet per se want ik kan er helemaal zelf beslissen wat ik vertel en niet mm -hmm. maar stel je voor dat ik het met iemand over zou hebben nou bijvoorbeeld Sophie die praat er heel erg open over ja, ja. Um, ik zou het dus nooit zo snel terug doen. Omdat ik dan het idee heb dat iemand iets van mij weet wat ik niet per se wil, dat, dat diegene dat weet. Maar wat, wat ben je bang voor dat mensen dan je dan uh, iets gaan. Uh... Ja, ik vind het gewoon. Uh, dat is dan nog. Ja, misschien omdat ik als zo open over alles ben, dat het nog een laatste stukje is, privé of zo. Maar denk je niet dat het ook te maken mee heeft, omdat het gewoon een bepaald soort schaamte altijd omheen? Ja, en misschien ook omdat het vanuit de jeugd. Um, dat ik nooit echt. Um, we hebben thuis nooit over, 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 over open, open over gepraat, maar het kon wel. Want bijvoorbeeld mijn zus was wel heel erg open erover ja. en die vertelde alles. En dan zat ik altijd te kijken, denk van nou ik zou echt niet willen weten, dat, niet niet willen dat mijn moeder dat allemaal weet bijvoorbeeld van me, mm. want het is toch een stukje. Ja, je wilt toch ook niet het is hetzelfde als je je ouders zou betrappen. tijdens de daad. Dan ben je toch ook helemaal ontdaan daarvan. Is dat bij jou was gebeurd trouwens? Nee. <laughs> nee. nee. En mij ook niet hoor. Nou, gelukkig niet nee dat zou ik het trauma voor het leven volgens mij hebben maar ik vond dus altijd ja ik weet het niet ik als tiener begin of als kind of tiener begin je daar ook zelf niet echt over de, zou dat misschien zien, niet, niet gewoon van nature komen dat je je schaamt voor iets uh, ja maar dat komt wel omdat, er, omdat daar ja, als er als we heel normaal over, erover praten ja. denk dat de mensen daar gewoon normaal over praten nou precies En, en, en ja. kijk het moeilijke is natuurlijk ook van hoe normaal wil je het ook maken? Want je wil ook weer niet dat het zo normaal is dat iedereen denkt van je kan alles doen en laten wat je wilt terwijl iemand anders dat bijvoorbeeld niet wil of zo. Ja, ik weet niet. Nou, dat, daar hebben ze het denk ik wel over, maar ik denk meer stukje net zoals dat boekje uh, dat waar dan alles in uitgelegd wordt. Mm. Als je dat al alleen al krijgt als kind, dan voel je al van, oh, ja. het is allemaal wel normaal en het hoort er allemaal bij. En Zou je niet het idee hebben, en dat hebben wij het wel vaker over gehad, mm -hmm. dat, doordat het juist zo een beetje in die schaamtehoek zit, dat ja. mensen ook misschien daardoor rare dingen gaan doen? Ja. Dat ze onderdrukking van bepaald soort dingen en dat ze daardoor inderdaad ook... Ja, dus tegenwoordig is het wel mooier dat er meer spreekbaar is. Kijk, het zal niet voor iedereen uh, zijn liking zijn. maar nee, ik soms ook wel TLC-dingen zie, denk ik van nou, ho, effe. Wat dan? Ja, bijvoorbeeld furries of zo. Oh, je bedoelt gewoon dat het dat extreme gebeurt. Ja, ja, dat ze daar opgewonden worden van dieren pakken. Ja, ik weet het niet het fijne van er. Want niet iedereen wordt er opgewonden van. Voor sommigen is het ook gewoon daadwerkelijk dat ze zich als een dier prettig voelen. Ja. Maar als ik dan dat hele seksuele aspect en denk ik van ja. Um, maar wat ik vind, vind je daar ongemakkelijk Nee, nou, Ik vind, vind het je. wel interessant, maar ik denk dan wel. Um, het moet niet in mijn achtertuin gebeuren of zo. Dat ik daar een stel, furies te keer zien gaan rijden op elkaar. Nee, maar zo. dat is ook weer een beetje raar. Toch? Alsof nee, dat zou gebeuren. <laughs> ja, dat slaat er nergens op. Nee, maar stel je voor dat we alles heel uitvoerig gaan bespreken, alles ja, normaal nee, maken. Nee, kijk, ik denk dat, ik denk dat we daarin een basishandig zou zijn. Dus dat je een basiskennis meegeeft aan kinderen van, joh, dat je op een gegeven moment aan jezelf gaat zitten. Dat doet iedereen. Mm. Kinderen bedoel ik wel tieners trouwens mee. Ja. Uh, als je gewoon rond de 14, 15, 16 bent, want dat is wel een beetje. Ja, maar, de maar leeftijd iedereen gaat een andere leeftijd. Dat de snap ik, maar dan dat dan is wel gemiddelde leeftijd dat ze daar meest mee beginnen, volgens mij. Dat weet ik niet, schat. Ik had meisjes in de klas uh, toen ik 11, 12 was, die al helemaal met jongens bezig waren. Ja, dus dat is gemiddeld dan. En dan heb je een paar die wat ouder zijn en gemiddeld komt het dan rond de 14, 15 uit. Ja, oké, okay, nou ja, prima. Ik weet niet. Volgens mij is de gemiddelde leeftijd het gaat omhoog, hè? Bij yeah? de eerste keer seks? Het ja. gaat omhoog zijn, uh, zijn er later bij. Veel, vind je dat een goed of een slecht iets? Nou, ik vind dat alleen maar goed. als in, uh, Je hebt meiden die er klaar voor zijn als ze jonger zijn. Maar ik denk, ja, het heeft natuurlijk allemaal ook. Uh, de hersenen zijn ook nog niet helemaal totaal ontwikkeld, natuurlijk, mm. rond die leeftijd. Dus dan maak je sneller keuzes die, waar je misschien later geen goed gevoel meer bij hebt. Ja. Dus ik zou uh, pleiten voor iedereen uh, om uh, gewoon. Um, uh, ja goede voorlichting te krijgen en uh, daarom ook ja, bij jezelf na te gaan uh, of je er klaar voor bent of niet ja. maar ja dat is ook lastig uh. wanneer weet je nou echt ik wist het ook niet ja ik wist het wel toen ik twintig was toen dacht ik ja, ik ja oké okay, maar wel. dan dan zijn de meeste mensen er wel echt klaar voor toch dan weet je niet dat is ook niet zo helemaal inderdaad je hebt ook mensen die 40 years virgin zijn maar ik schaamde me kapot dat ik met mijn negentiende pas een uh, een eerste seizoen had gekregen ik was ook negentien hoor ik dacht alleen maar van ja, het is gewoon niet gebeurd toch? Ja. Al die gietjes in mijn klas die met 12, 13, 14 al de eerste kus hadden gehad, waren ze ontgroend. toen dacht ik, ja, wanneer ja werd altijd dat gezegd: uh... van, wanneer ben jij ontgroeid? En dan zei ik van nog niet. Oh, en ik, nou, ik vond het echt zo erg. Mm. Ik dacht echt van dat ik het neer ik durf het niet eens, ga ik het ooit wel kunnen. Maar er waren wel mannetjes die achter je aanzaten vroeger nee. toch? Jawel? Echt Ja, Wat heb je de, gezegd? Ja, op de therapy group. Ja, toen dan. Dus dan, was ja, je de waren niet de jongetjes die ik leuk vond, Nee, dat natuurlijk. snap ik. Maar toen waren ze wel achter je aan het gaan. Ja. Ja? Ja. Dus dat werd wel, maar als er ik was wel mogelijkheden. Ja, maar ja, ik wilde wel iemand leuk vinden, natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel, inderdaad, ja. Anders, uh, anders krijg je toch al die gevoelens niet als je iemand niet leuk vindt. En met consent vragen, hè, meid? <laughs> wat vind je daar nou van? Consent, ja. Ja, het is handig, toch? Ja, ja, ik vind het, uh, soms ik, ik, soms kun je aan mensen wel merken of ze klaar voor zijn niet. En dan stel je voor dat jij had gevraagd aan mij, terwijl ik overduidelijk gezoend wilde worden, mag ik je zoenen? Dat vind ik dan een klein beetje, ik denk nou, ja, dat is een, ik vind dat een beetje een tuttig of ik vind zo, als je het al zo duidelijk is. Ik vind het een lastige situatie. Want aan de ene kant ja, aan de andere kant, uh, tegenwoordig kan je dan bijna aangeklaagd worden. Uh, ja, maar uh, jij hebt het toch niet gevraagd. Dat was al hartstikke duidelijk dat ik uh, gezoend wilde worden. Ja, Moet maar... je dan nog de moed gaan verpesten op dat gebied? Ja, maar het wordt wel lastiger, toch? Hoe vaker je dat soort dingen naar mensen toe gaat gooien. Dus inderdaad, dat je consent moet vragen. En natuurlijk, je moet ook uh, zeker weten dat iemand het wil. Maar je wil ook ergens dat het niet. Uh, de romantiek eruit haalt. Ja, de romantiek <laughs> eruit haalt. Dus het is, dat lijkt mij echt voor een jonger iemand. En laten we eerlijk zijn, als jongere ben je nou niet eenmaal... heb je die hersencapaciteit nog niet helemaal zo ontwikkeld... dat je soms dingen wel goed en niet mm -hmm. goed kan aanvoelen. Ja. Dan is het wel lastig. Nou, terwijl ik dat ook zei van uh, de moodkiller, toen dacht ik... ja, maar je hebt ook mensen die totaal niet aanvoelen. Ja. Die denken 6 miljoen zeer te krijgen... dat die vrouw gezond wil worden. Mm -hmm. Maar dat wil ze helemaal niet. Nee. Ja, in zo'n geval denk ik, ja, is het toch misschien handig? Maar ja, dat vind ik lastig hoor, want het is een... Uh... Het is een dubbel ding, want uh, je hoort ook vaak dat... Mensen toch wel willen dat het soort van het romantische gedeelte ervan, dus dat het en toen zoende die me of weet ik veel wat en toen we elkaar of toen ja, maar ik heb dus wel eens gehad dat iemand het vroeg en ik het niet wilde, die vroeg het ook echt aan je ja. En toen dacht ik, nou, het is op zich wel handig dat je het gevraagd hebt, want als je me nu vol mijn mond had gepakt, had ik misschien ja, maar dan is het wel of dan moet je als je als vrouw niet eigenlijk niet wil dat iemand dat doet, als je iemand leuk vindt, dan moet je wel heel duidelijk laten weten dat je iemand leuk vindt. Want sommige mannen, net zoals ik, ja. Voel dat niet goed aan? Nee. Nou, Voel je wel aan, oh, schat. Laten we niet zo gek doen. Nou ja. <laughs> Laten we niet zo raar doen. Nou ja, ik heb altijd tot de ene lang gewacht totdat er signalen ja, kwamen, toch? Ja, maar ik zou het wel vervelend vinden als ik ooit uh, iemand heb gezoend. En ik heb niet zoveel mensen in mijn leven gezoend die dat niet uh, chill vond. Zou ik wel vervelend vinden. Nee, maar jij, hebt toch ook met, jij bent altijd heel voorzichtig. Wat, wat Probeer betreft. zo voorzichtig mogelijk te zijn. Ja, als in. Uh, uh, je zou het nooit zomaar uit het niets. Uh... Maar toch zou ik het niet snel willen vragen. Want dat vind ik dan ook weer een beetje dat ik denk van ja. Als om een bal in mijn... Uh, in mijn <laughs> <laughs> ja, maar goed, dan voel ik me, voel nee, me wel een beetje... Nee, maar misschien is het ja, voor bepaalde tutter. situaties. Hè? Want stel je voor dat je aan het bent... en je hebt ja. elkaar uitgesproken dat je elkaar leuk vindt... Um, en je krijgt allemaal signalen, dan is het een ander verhaal. Maar stel je voor dat je een avondje uit bent... en uh, je gaat met ja, iemand mee naar huis... Niet, ja. vind ik het dan wel normaal dat je zegt van... Uh, wil je dit? En, uh, ja, ja. oké, okay, dat is wel waar inderdaad. Ja. Kijk, ik zou nooit iemand... Uh, Mocht ik ooit uit zijn gegaan en inderdaad met een dronken iemand naar huis zijn gegaan, zou ik bijvoorbeeld nooit hebben gedaan. Nee, ik vind dat ook op het randje Ja, want je weet nooit, want diegene die. Ja, ik weet niet, daar zou ik me niet heel chill bij voelen. Nou, ik heb wel eens ochtenden gehad, waar ik bedacht van als ik helder was geweest, had ik heel anders gehandeld. Maar dat is natuurlijk wel weer een mooi. Uh, uh, onderwerp voor een andere schoolkast. Ja, het gaat over sex education. Het gaat niet over... <laughs> over toch? traumatische ervaringen. Nee, daar gaan we wel een <laughs> keer over hebben. Maar ja. ik, denk, ik denk wel oprecht dat, dat zo'n programma, zo'n zo serie wel zou... Als ik die zou hebben gehad destijds, toen ik tiener was en toen heb gekeken... had ik daar wel veel aan gehad, denk Ja, ik. ik denk dat het een hele goede serie is. Ja. En het is ook een serie die je makkelijk wegkijkt. Als in, er worden niet heel veel dingen echt um, heel uitvoerig besproken. Het wordt gewoon laten zien. Ja. Je hebt toch soms dat er heel veel dialoog is over bepaalde problemen. Mm. En hier maak je ze gewoon mee en dat kijkt gewoon heel goed weg. Ja, ja. dus ik, ik ben heel benieuwd naar seizoen 4, dus het laatste seizoen. Ik denk dat ze het ook hebben gedaan uh, vier uh, jaar op school, natuurlijk, uiteindelijk. Mm. Er zitten trouwens twee jaar tussen dit seizoen en het vorige seizoen. Dat is in dat Amerika dat... natuurlijk vier jaar dan of zo. Ja, maar dat Engeland, hè? Oh, sorry. Uh, Engeland, ja, het is zo dom. Ik hoor nooit het verschil tussen nou, Engels en uh, Amerikaans. British. Ja, ik hoor dat. dat, uh. dat, dat ja, oké, okay, op een gegeven moment is het wel duidelijk, maar. En die acteurs zijn ook allemaal Britse mensen. Het stukje van de week is deze week. Oh, um, een of, tosti. Zo to... leem. <laughs> ja, zo'n tosti... ja, een beetje leem. Maar ik heb, ja, ik weet niet, ik heb de tostie een beetje herontdekt. Ja. Ja, omdat we weer soep met tosti zaten eten twee dagen lang, dacht ik, oh ja, tosti kan zo lekker zijn. Ja, maar wel met de juiste kaas en dan lekker brood. Ja, want er zat iemand te kijken die uh, deed uh, 30, uh, hoe heet het, 30 plus kaas op zijn boterham. En dan denk ik van ja, dan kan je net dus geen kaas eten. Nee, dat vind ik gewoon geen kaas. Sowieso de kaas uit de, uit de supermarkt, ik ben het eigenlijk deels al met je eens, de meeste is gewoon niet geweldig. Nee. als is niet met de kaasboer. Ja, ik denk, het is natuurlijk ook een stuk duurder de kaasboer. Ja. Maar ik deed vaak op tofsties juist goedkope kaas. Omdat ja mijn moeder zei wel eens van ja, dat is natuurlijk zonde. Maar die smaak. De smaak van de uh, kaas. En dat proef je toch niet meer als je het helemaal opsmukt. Zoutje, dit en dat. Maar ik moet wel eerlijk bekennen, nu wij kaas van de kaasboer even op een tosti hebben gedaan wereld van verschil misschien is het snackje van de week niet de tosti maar die kaas de stolwijker de stolwijker kaas echt lekker een beetje pittig belegen ik snap niet dat er mensen zijn die geen lieve kaas ik zou echt het liefst een hap uit zo'n hele kaas willen vreten. ja dat hoeft van mij niet ja ik ben echt gestuurd vind ik niet zo prettig ja zo heerlijk ik snap niet dat er mensen zijn die alleen de, de tost die dan kaas wel oké okay vinden, maar als ze het dan als een plakje, dat ze het vies vinden. Ik ja, mijn zus dat heeft dat niet. ook. Die vindt die, die vindt gesmolten kaas lekker, maar gewoon kaas. Kaas vindt ze niet lekker. En dat vond mijn andere zus altijd erg grappig. En dan ging ze met een blok kaas achter de aanrennen in huis. <laughs> en zij gillen, rennen want ze vond dat zo vies die kaas. Maar kaas is toch. Het is, kaas is leven. Ja, kaas zegt leven. Maar als kaas... kaas weg zou gaan, dan zou ik echt. Dan, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar ik vind ook gewoon... Dat is niet helemaal waar trouwens. Uh, voor, met mijn allergie is het best om geen kaas te eten. Maar ik denk dat dat wel het laatste is wat ik zou opgeven in het leven. Terwijl jij, toen ik je leerde kennen, bijna vegan wilde zijn. Bijna vegan? Bijna vegan, ja. Ik was ja. gewoon vegetarisch. Ik at gewoon vegetarisch. Ja, daar kreeg ik zoveel mensen over. Ja, maar Gillen is toch vegetarisch? Nou ja, ik uh, had een uh, moment dat ik graag uh, vlees liet staan. Omdat ik ervan overtuigd was dat het heel slecht voor je was. Maar ja, met alles in het leven, ik wil gewoon wat meer uh, in het midden denken. Ik ben altijd zo zwart-wit geweest. En uh, daar, uh, als ik daar nu op terugkijk, dan irriteer ik me gewoon aan mezelf hoe ik geweest ben. Het was allemaal of slecht of goed. Ja. Terwijl, het ligt altijd ergens in het midden toch, de antwoord. Schat, dat is mijn hele filosofie van het leven. De waarheid ligt altijd in het midden. Ja, ik vind het gewoon, uh, het is zoveel vrijer leven als je gewoon denkt bij, als je iets aanhoort van iemand en gewoon denkt... Oh ja, ja. ja, dat zou kunnen. Leuk onderwerp voor een andere keer misschien. Ja, maar je zit elke keer... Al onderwerpen die ik, waar <laughs> ja. ik het over wil hebben... zijn voor andere podcasts. Ja, maar podcasten. schat, ik probeer de podcast een beetje rond een half uur te houden. Zodat maar ik ga gewoon... niet over mijn uh, seksuele traumas praten... in mijn podcast als je het even weet. Oh. <laughs> misschien over een paar jaar, meid. <laughs> ja. <laughs> maar een snackje van de week, de tosti en de Stolwijker dus. Ja, nou, ga eventjes naar de Kaasboer als je wat uh, ja, maar centjes de Stolwijker, over Stolwijker ligt hier dichtbij. Ik weet niet of de Stolwijker overal gekocht wordt. Nou, soms op markten wel ook. Ja? Ja. Nou, Stolwijker kaas, belegen hè? Belegen Stolwijker is Ja, het. belegen Stolwijker. En dan uh, proef even wat een plakje Ja, maar ik echt het liefst... Ja, ik gewoon hele repen van dat ding Zou al? je nou ook gewoon naar de oh. Kaasboer kunnen... Maar vroeger deed mijn moeder dat nog wel eens. Dus ik kan wel weer eh, grappig. Dan ging ze voor een bepaald stuk kaas. Maar dan wilde ze wel nog even drie andere proberen eerst. Dat kan. En dan kreeg ik ook altijd een plakje. En nou, echt genitten. Ja, maar ze hebben nu toch allemaal van die blokjes staan? Het liefst ja. ga ik alle blokjes langs. Ja, dat is echt geweldig. Dat hebben ze uh, tijden niet gehad, die ja, blokjes. Ja, dat is zo lekker. Maar, maar ik vind wel dat het een beetje... Het begint wel steeds kleiner te worden. Ik denk dat de inflatie ook intreedt in de blokjes. In die kaasblokjes. Ja, want vroeger ja. waren ze echt robuust lang, groot. Ja. En nu is het echt dat je denkt van... Ja, nu krijg ik het een peulenschil. En vind je het nou ook niet jammer... dat volwassenen geen plakje worst meer krijgen bij de slaggaard? Dat is ook echt verschrikkelijk, ja. 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 Ik vind dat we daar... Je wilt eigenlijk gewoon uh, mijn nichtje meenemen... Ja. En dat zij dan ja moet zeggen op Porst, toch? terwijl ze het niet wil. Dat denk ik. Dan wij het dan opvergeten. Het is steeds dunner, dit spel. Ja, we, hebben, we moeten weer een nieuwe editie gemaakt. Het is bijna een jaar uit, hè? In oktober. Heerlijk. We hebben het een, een jaar gest... geleden hebben we het gekregen. Ik vraag me nou af of er vraag is naar een uitbreiding. Ah. Ja. Want op een gegeven moment, kijk, het zijn natuurlijk heel veel vragen. En uh, die vragen die kun je op een, bijvoorbeeld een half jaar later weer stellen. En dan krijg je weer andere antwoorden. Dat is echt zo. Of zelfs verandert het soms binnen een maand al. Ja. Maar het is toch ook altijd weer leuk om wat verfrissende vragen tussen te hebben. Ja, maar schat, uh, je kan niet in de, in de portemonnee kijken. Hè? Een nieuwe editie kost ook alweer geld. Ik kan wel in je portemonnee kijken. Ja, het zou wel kunnen. Maar ja, ik weet het niet. We, moeten, ja, we kunnen ook een reiseditie maken van Ja, 5, is wat is dat met die reiseditie? Dit is ook een reiseditie. Deze is ook gewoon klein. Ja, dit is toch meer reis? Het is meer een pocket edition. Pocket edition. Maar zou je dan de uitbreidingsset zo willen doen of nog een andere? Want in principe kan je, volgens mij. Ja. Ga eens kijken of dat kan. Nee, dat kan niet. Ik wilde zeggen, deze nog verdelen over deze en dan. Maar dan prop je me echt in. Nee, nee dat past helemaal dat niet. Past niet, die. nee. Maar uh, ja, we hebben deze natuurlijk op onze webshop staan, maar je kan ook via Bob.com bestellen. Bestel via Bob.com. Want uh, dan doen wij hem nog inpakken misschien, uh, en misschien gaan we. Dan er dan een reviewtje leuks erbij bij. Doen ja, doe een review. Ja, daar zijn we nou, serieus. Als je het spel nog niet en je wilt kopen, doe het via bol.com. Dan de komende twee weken. Uh, doe ik er een stickervel bij? Ja, leuk. Een stickervel. En die is exclusief. Hè? Ja, uh, via de link in de beschrijving. Als je dat gaat doen en bestelt, dan doe ik er een stickervel bij. Hoop ik. Dan moet ik ze wel bij allemaal in gaan doen trouwens. Kun je nu een opmerking toevoegen aan je bestelling? Nee, oh, zeker? dat weet ik niet. Als je opmerking kan toevoegen, zeg dat je via de podcast komt. En laat me alsjeblieft een review achter, want dat zou ons echt super veel helpen. Ja. We hebben er nu drie op dit spel en één op, uh, op het junior spel. Maar het zou echt fijn zijn, want uh, ja, we hebben de grootste plannen mee. Vanaf vier sterren welkom, daaronder uh, alsjeblieft niet. Precies. <laughs> ik ga er eentje voor jou trekken. Oké. Okay. Welke eigenschap van jezelf ben je het meest trots op? Nou ja, ik denk als ik zou moeten kiezen voor eentje die nieuw gevonden is, ben ik trots op dat ik dingen wat meer van een afstand kan bekijken nu. Oké, okay. Want uh, dat deed je vroeger dus niet. Nee, ik ben altijd uh, uh, steef voor ik iemand ontmoette vroeger. En yeah. uh, binnen drie seconden had ik alweer een mening klaar. Yeah. En uh, vaak is dat vanuit, uh, was dat vanuit angst ook. En vanuit um, dat onzekerheid. Dus als ik bijvoorbeeld uh, mensen ontmoette en uh, het lukte me niet om een uh, gesprek mee te voeren... dan was er altijd wel weer wat mis aan de ander, Ja, dat is waarom haar, dat ja. zo was. Ja. En niet uh, omdat ik me gewoon ongemakkelijk voelde of omdat ik even moest ontdooien. Ja, je deed uh, de, de, het, het probleem buiten jezelf zoeken. Ja, dat is iets wat heel veel mensen natuurlijk doen. Maar um, ja, ik ben er gewoon wat bewuster van uh, geworden dat ik het wat meer tijd moet geven... Uh, en dat ik ook uh, gewoon wat bewuster ben van mijn eigen onzekerheden. Mm -hmm. Dus dat ik ook uh, ja, het gevoel heb van het is oké okay en um, uh, ik hoef ook niet zo'n druk op mezelf te leggen. Ja. Van nee, ik hoef niet gelijk mee te kunnen praten en het is niet als ik niet mee als ik niet mee kan praten is het niet of uh, het is niet zo zwart-wit. Het is of die ander het fout van de ander of mijn fout. Dat, dat is niet zo. Nee, precies. Ik snap dat je eigenlijk. Niet. Het Is een, een beetje een stamel geworden. Een stamel. Vind je dat erg? Nee hoor. Mensen snappen wat je bedoelt. Wat leer jij van de mensen om je heen? Dat ik wat meer rust moet nemen. Ja. Dat is zo mooi inderdaad. Dat ik tevreden mag zijn met de dingen die ik doe. En dat misschien het allemaal ook, uh, niet zo snel allemaal hoeft. Misschien ook dat je het wat meer mag uh, vieren wanneer iets goed is. Nou, dat zie ik wel op YouTube. Wel. Mensen die dingen ook vieren en zo. Ja, dan hebben ze Denk, iets oh, ja. uitgebracht en dan, uh, dan uh, gaan ze gewoon even vieren. Uh, bij ons was het zo. stilstaan met, erbij. Met, uh, met het uh, droppen van de kledinglijnen zo. Normaal deden we niks ermee. En dachten we, oh, ja, leuk ja. hebben we het gedaan. Maar ja, eigenlijk is het natuurlijk veel leuker. Wat is het leukste eigenlijk aan, aan dat iets loopt en dat iets werkt, is dat je daarna het gevoel bij hebt, staat, ja. bij, even bij stilstaat. Dus dat met het spel. De, eigenlijk hadden we dit leuk kunnen lanceren met, een, uh, met uh, mensen uit kunnen nodigen en mm -hmm. dat soort dingen. Dat hebben we helemaal niet gedaan. We hebben het gewoon uh, online gezet. That's it. Ja, ik denk dat, dat het wel een beetje voorkomt uit dat wij alles best wel normaal vinden wat we doen. Ofzo. Ja, dat je niet bijzonder genoeg vindt. Nee. Inderdaad, dat is wel echt waar. Dat wanneer een ander bijvoorbeeld iets maakt, dat je denkt van wow, en wanneer Vet. je zelf iets doet, dat je dat je het gewoon allemaal normaal vindt, omdat je het allemaal. Zelf doet ook of zo. Ja, omdat jezelf in het hele proces zit. Ja. Maar ik denk dat het wel leuk is om, uh, misschien mochten we ooit eens uh, binnenkort een uh, boek gaan schrijven of weet ik veel wat, dat we daar dan wel echt iets, uh, ja, ja. iets bijzonders van maken. Ja, voor zeker. onszelf ook. Ja. En mochten we trouwens een boek gaan schrijven, wordt het een leesboek en uh, niet een kookboek. Ja, maar dan wilde je wel graag, maar dat ja, is een beetje op de langere baan, hè? Want het dat kost gewoon banen. veel geld en uh, veel tijd. Ja, en, ik, en ik, er zijn wat dingetjes die ik gewoon op dit moment interessanter vind om het over te hebben dan uh, kookboek. Ja, maar je kan altijd als je een lekker recept hebt, kan je het altijd gewoon noteren, natuurlijk. Ja, dat doe ik ook. Ik heb ook best wel wat recepten staan. Ja. Ik heb er denk ik, als ik zo zou tellen, zou ik er denk ik iets van 50 hebben. Zo. Ik zou een heel veel. kookboek kunnen maken hoor. Maar um, in mijn hoofd is er geen ruimte voor, denk ik. En ik en mm -hmm. voor, voorheen, dat heb ik ook wel geleerd. Voorheen dacht ik, ah, het moet nu en het moet nu gelijk. En nu denk ik van ja, maar ja, over twee jaar kan het ook nog steeds. Nou, weet je wat het is als jij uh, een kookboek is van alle tijden. Ja. Je moet er ook wel een beetje bij stilstaan in de tijden waar we nu in leven. Kookboek gaat echt niet uit. Nee, dat en uh, is het ook iets wat nu Interessant is, we zijn nu heel erg bezig ook met mentaal en we willen juist daar iets meer in ja, groeien. Mentale gezondheid, dus natuurlijk ook van alle tijden, maar het is wel in deze tijd, is wel echt gelukkig veel. Uh, ja, meer zo, mensen die het erover hebben veel echt veel gelukkig. Want ja. ik denk, als ik nu had opgegroeid, dat het echt anders was geweest. Ja, ik, ben, ik, ja, ik vraag me dat af of hoe dat er geweest was. Ik denk dat je, kijk, net zoals dat mensen zelfdiagnose en zo toepassen, aan de ene kant is het natuurlijk helemaal niet goed. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer fijn, want uh, uh, net zoals bij autisme bijvoorbeeld bij jou, mm -hmm. hoe lang heb je wel niet gestrukkeld? Als jij dingen nu had gezien van bijvoorbeeld met onze documentaire, dan dacht je van, ja. oeh, dit is Ja, wel maar mensen gevoel. vinden zelfdiagnose ze gevaarlijk. Ja, ik ja, snap dat niet. Het niet. Zo goed. Ik zie het aan de ene aan de andere kant kan ik nu begrijpen waarom ze er zo ja, naar kijken. Ja, ik snap kijken. wel. Ik snap wel waarom ze het gevaarlijk vinden, maar ik snap ja. niet waarom iemand niet. Kijk, je moet je er niet bij neerleggen van, oh, ik ben een autist of ik ben angstig. Uh, ik ga niks meer doen, want ik heb dit, weet je wel. Nee, dat is het gevaar van... Dat is het gevaar, denk ik, van zelfdiagnose. Van zelfdiagnose, dat mensen denken van... oh, nu kan ik er niks meer aan doen. En, uh, maar dat is, dat is toch uiteindelijk... welke diagnose je ook krijgt... er is altijd ruimte voor verbetering, ja. vind ik. En al is de verbetering dat je met jezelf leert omgaan... Ja. dat betekent niet dat je... bijvoorbeeld met autisme, In het begin dacht ik van... oh, nu is dit het. Nu ben ik... Uh, dit, dit gaat mijn hele leven zo zijn... En dan gaat er niks veranderen, want dit is gewoon wie ik ben. Ja. Maar dat is de eerste gedachte. Maar uiteindelijk is er zoveel wat, er ge, wat je kan doen. Ja. Alleen al door jezelf te gaan accepteren dat het zo is... gaat er al een uh, wereld weer open voor je. En daar, dat is ook een beetje een ding waar we over willen schrijven, toch? Ja, dat, het, uh, dat ja, accepteren is natuurlijk stap één. Uh, weten, en hoe ermee om te weten, te leren gaan. Maar dan moet je ermee om leren gaan. Ja. Nou, accepteren en erom leren gaan is natuurlijk eigenlijk een beetje één stap, hè? Ja. ja, precies. Dus wij zitten eraan te denken om, om, om een week een huis te huren, toch? Hoezo? In het middle of nowhere. Uh, heerlijk life. wel, dat is zo'n, uh, zo noem je dat? Um, wat, uh, ja, ik wil het klassieker Droombeeld. zeggen, maar... Droombeeld? Ja, wat je denkt bij schrijvers, die gaan een week in een, nou ja, ja een week, een uh, maand in een boshut zitten... Maar eigenlijk dat is, is dat waar, helemaal niet. Nee. Uh, dat is wat je van films en series. Maar je kan zo, dan wel uh, even tot, 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 tot de kern komen. En kijk, ik hoef niet uh, helemaal naar. Uh uh, Zuid-Amerika of zo om iets te doen. Het kan ook gewoon in Nederland zijn. Nou ja, ja ik vind het eigenlijk tot de kern komen. Ik denk meer dat je, oh sorry, ik wil je niet belachelijk maken, maar hoe tot de kern? Ja, wel, want dan heb je namelijk rust in je hoofd. Snap dat ik, snap je niet ik. Maar ik heb soms de doen. beste ideeën komen juist als ik gewoon me voorbeweeg nou, ja, in het leven. Dat klopt, het idee voor het boek, maar nee, om er echt nee, mee bezig te zijn. Van de nee, ik ben er niet mee eens. Ook de inhoud. Uh, Oké, okay, nou dan ga jij, dan ga ik wel alleen een. Maar ik moet zoeken. ook wel zeggen, soms bedenk ik me iets en dan denk ik een week later, denk ik, steviger ik wat op had geschreven. Dat was echt debuut geweest. Je moet ook je gedachten wat tijd geven om te groeien. Ja, maar ik denk dat toch als je jezelf de tijd gunt... om eventjes in een boshuis te gaan zitten... en om eh, inderdaad met z'n tweeën... of in, nou ja, eigenlijk met z'n tweeën, want we willen het samen doen... Um, om dan even gewoon... ook al zou je alleen maar een outline van het ding eruit ko komen... Mm. en wat verhalen ja. of zo die mm. je alvast uh, uh, zegt... van nou, die, die kunnen we erin doen. Dan heb je al meer als dat je... Uh, nu uh, tussendoor op de bank zit en denkt van, oh ja, dat is wel leuk. Oh ja, tik even snel op. Ja, maar je moet het eigenlijk wel optikken, want optikken. Tik ja. it up. Tik it up. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze podcast, jongens. En nogmaals, we hebben reviews nodig, dus uh, bestel ons spel via bol.com. Linkje staat in ja. de beschrijving. En kijk die serie als je een beetje ja. ongemakkelijk bent over seksuele kijk dingen. Kijk naar uh, Sex Education. Ik vind het echt een hele leuke serie. Ja, Nogmaals, wordt niet uh, betaald op Netflix, maar het is gewoon een leuke serie. Nee, is gewoon een leuke serie, maar het helpt ook een beetje als je ongemakkelijk voelt over bepaalde dingen. Precies.